was zeker een massasprint. Een lang, vlak parcours, 216 kilometer. En ik gok dat er ook niet veel wind staat. Of eigenlijk hoop ik dat er niet zoveel wind staat, want dan krijg je veel stress in het parcours. En voor de massasprint hebben wij nog steeds Michael als kopman, Michael Matthews. Hij gaat proberen punten te scoren voor het groen. Dat is wel een speciale tactiek, want voor ons is het misschien wel goed als de punten weg zijn aan de meet. Want normaal gaat hij punten verliezen ten opzichte van een Marcel Kittel, een Cavendish of een Greipel. Dus ik hoop dat ik niet op kop hoef te rijden, omdat wij, van ons het kopgroepje weg mag blijven. En dan kan hij nog sprinten voor de punten als de bonus weg is.